Goedemiddag allemaal. Welkom bij de nieuwe Beta Break. Deze editie gaat over vervoer, de toekomst ervan en alle infrastructuur die daaromheen ook gemaakt wordt. We gaan het hier over hebben met onze drie gasten. Ik zal ze even voorstellen. Om te beginnen Henk Nijmeijer. Hij zit van de TU Eindhoven in de Smart Mobility Groep. Dat is een van de drie strategische speerpunten van de TU Eindhoven. Op dit moment zijn we vooral bezig met voertuigdynamica en control. Met als toepassing daarvan zelfrijdende auto's. Naast hem zit Monique Tromp. Ze doet nu onderzoek naar de opslag van elektrische energie aan de UvA. Maar hiervoor, tijdens de energiewende, heeft ze dat in Duitsland gedaan. En helemaal rechts zit Luud Schimmelpenning. Hij is industrieel ontwerper en politicus. Al sinds de jaren 70 is hij bezig met de toekomst van transport. En hoe je zoiets zou bewerkstelligen. Bijvoorbeeld het witte fietsplan en de witcar, waar we zo meteen meer over zullen horen. We hebben het gesprek voor jullie verdeeld in drie kopjes. We gaan het eerst hebben over de techniek zelf. Waar staan we nu? Wat is er mogelijk? Wat is er nog niet mogelijk? Vervolgens over het beleid. Hoe kunnen we dit gaan inpassen in onze maatschappij, in de samenleving? En tot slot ook over de cultuur. Hoe bewerkstellig je zo'n cultuuromslag en hoe krijg je ook daadwerkelijk de mensen mee? Voor we het gaan doen nog even wat huishoudelijke mededelingen. Als jullie vragen hebben, kun je die op elk moment stellen via Daan, die hier zit. Dat is Daan. Dus kom hier naartoe, vertel even je vragen aan Daan en dan passen wij hem in het gesprek in. Verder zitten we ook op Twitter. Onze hashtag is... Wat was de hashtag, Bo? Onderweg naar morgen. Onderweg naar morgen zijn we. Oké, dan hebben we nu voor alle drie de gasten een korte introvraag. Maar om te beginnen, bij jou Luud, hebben we een filmpje. Daar gaan we eerst naar kijken en dan de vraag of jij een beetje kan uitleggen wat jouw rol hier binnen was. Is the key to registering the trips made by members of the Vidcar cooperative. They may be members, but they still pay for their trip. This member accesses the system with his personal electronic key. He dials the number of his destination. The computer checks out if there's a space there and confirms this by flashing a light. The driver presses a button and the Vidcars move up a place in the rank. The front vehicle is released for use. The driver opens the door with his key and off he goes. It couldn't be simpler. The driver leaves the station in central Amsterdam. The Vidcar gives drivers unrestricted vision in all directions. The Vidcar is a green vehicle powered by batteries. This does restrict its action radius to several kilometers. The 3,000 members of the Vidcar cooperative have raised enough funding to ensure the Vidcar's future for the time being. This is another new station financed by the city council as the Vidcar's charger clicks into the overhead rail, the station transmits a signal to the computer, ending the rental period. The batteries immediately start recharging. The driver uses his key again to lock the Vidcar. The Vidcar is back again, disproving the pessimist's fears. It won't solve our traffic jams all on its own, but it should help cut congestion in our inner cities. The computer is de... In het kort, Luud, wat was precies jouw rol hier binnen? Wat zeg je? Wat precies binnen het fenomeen de witcar, wat was jouw rol daarbij? Nou ja, ik had de opdracht vanuit Provo om de witte fiets te introduceren. Dus ik zat als tweede op de lijst, kwam ik binnen. En ik heb dat vrij goed voorbereid. Het was, de witte fiets was vrij goedkoop. Het kostte 10% van wat een persoonkilometer toegelegd werd op het openbaar vervoer. Dus dat was goed. Alleen wat zeiden die raadsleden? Die zeiden, god Luud, waar begin je nou mee? Die fiets dat is helemaal geweest. Dat hoort nog bij de hongerwinter. De glorieuze toekomst is aan de auto. Hè? Nou, toen had ik gezegd van jongens, ja... jullie snappen het niet helemaal. Het is een systeem wat op je wacht en wat je zelf doet. Het kan ook met een elektrisch autootje. Toen zeiden ze, nou, dat is niet zo gek. Hè? Doe dat eens. En dus ben ik een elektrisch autootje gaan ontwerpen. En dat
ja, dat stuitte toch meteen weer op problemen hoor bij de gemeente. Maar toch, maar in het filmpje hoorden we al dat die green was, een elektrisch. Waarom heb je daar toen voor gekozen? Ja, nou ja, kijk, het is elektrisch is op vele punten superieur aan een benzineauto. Als je bijvoorbeeld auto's voor korte tijd zou verhuren aan mensen, dan krijgen ze absoluut startprobleem of weet ik veel wat, dan gaan veel dingen fout. Terwijl elektrisch je drukt, maar net als bij een stofzuiger, je doet hem aan en hij gaat uit enzovoort. Ook in onderhoud, hè, wat bij dit soort systemen erg belangrijk is, is elektrisch natuurlijk superieur. Oké, Monique, jij doet daar onderzoek naar. Waarom, wat precies onderzoek jij en waarom zijn batterijen nou zo superieur? Nou ja, of batterijen zo superieur zijn, dat is nog steeds de vraag, denk ik. Maar wij doen onderzoek naar hoe batterijen werken. Wij proberen met spectroscopie te begrijpen hoe ze werken en om ze te verbeteren. Er zijn nog steeds vrij veel problemen met batterijen, zeker voor in auto's. In dat in feite goedkope batterijen zijn te zwaar en hebben te weinig energie. Zoals je loodzuur batterij in de auto. Die hebben we allemaal nog in de auto om je auto te starten. Maar die is relatief groot en zwaar. Natuurlijk niet heel milieuvriendelijk. En de lithium-ion batterijen zoals we allemaal in onze laptop hebben. En zo, wat net ook gezegd werd. Als je een betaalbare batterij voor je auto wil maken, kun je daar 150 kilometer mee rijden. En dat is voor heel veel mensen te weinig. En je kunt zoals Tesla kun je 500 kilogram aan batterij in je auto leggen. En dan kun je 500 kilometer rijden. Maar dan wordt je auto wel 70.000, 80.000 euro. Dus dat is voor de normale consument niet haalbaar. Oké, dan door naar jou, Henk. Het gaat nu al over bereik en mobiliteit. Het Smart Mobility project is een van de drie speerpunten van de TU Eindhoven. Waarom besteden ze daar zoveel aandacht aan mobiliteit? Nou, even een paar dingen. Smart mobility is eigenlijk elke technische universiteit heeft een aantal strategische gebieden waar ze aan werken. En mobiliteit is er één van, gezondheid is er één van. Dus wat dat betreft is het niks verrassends dat we daaraan werken. Ik ben ook geen hoogleraar autonoom rijden en ik zou het graag willen zijn, maar ik kan het niet. Dat even vooropgesteld. Autonoom rijden, maar smart mobility gaat wel over wat kun je in het kader van mobiliteit, auto's, want we zijn een technische universiteit, wat kun je daaraan doen? Wat kun je daaraan betekenen? Want de mobiliteit, dat is een hele basale wens van iedereen. Iedereen wil zich kunnen verplaatsen. Dat kan lokaal zijn, dat kan voor vakanties veel globaler zijn. Als je daarbij ook nog transport meeneemt, transport van goederen is nog steeds een hele belangrijke factor. In de mobiliteit zijn een aantal dingen, zeker in een land als Nederland, heel verstorend. Files, veiligheid. 90% van alle ongelukken worden door mensen veroorzaakt. Files, elke morgen merken we het nog steeds. Misschien in de steden minder als je fiets of wat dan ook gebruikt. Maar als je op de auto aangewezen bent, is dat een groot probleem. Laatste, maar zeker niet het minste in deze context, is natuurlijk de emissies en het brandstofverbruik. Het is niet voor niks dat we heel veel belangstelling hebben over elektrisch rijden. Elektrisch rijden is niet groen. Elektrisch rijden is nog lang niet groen. Ik wil even de knuppel in het hoenderhok gooien wat dat betreft. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de elektriciteitscentrale. Zolang we een kolencentrale neerzetten, hebben we geen groene energie opgewekt. Dat is volstrekt duidelijk. Teruggeven waarom ik wat afstand neem van autonoom rijden per se. Wat wij vooral mee bezig zijn en wat heel erg veel gebeurt is, De chauffeur wordt ondersteund bij het rijden. Een noodstop op een vrachtwagen is iets wat vanaf 2016 noodzakelijk is. Wat dus de vrachtwagenchauffeur helpt om tijdig te kunnen stoppen. De duurdere Mercedes S-klasse heeft al een voorziening dat bij lage snelheid de auto tot stilstand zal komen als een kind oversteekt. Mocht de chauffeur het niet zien. Dat zijn dus chauffeurondersteunende middelen om die auto's slimmer, maar ook veiliger te maken. En een langere weg is natuurlijk het autonoom rijden. Google Car, als ik daar nog even op mag hinten. Google Car is natuurlijk een interessant initiatief. Een heel interessant initiatief. Maar dat gaat het voorlopig echt nog niet worden als zelfrijdend voertuig. Als je de hele stad en de hele autobaan vult met zelfrijdende Google Cars, dan heb je een groot probleem. Ja. Een Google Car rijdt nu
maximaal 40 km per uur en heeft 25 meter als ware als vrije ruimte nodig om tijdig te kunnen reageren. Nou, dat is een droom. Bovendien, en dat als laatste daarin, je wilt, als je naar een zelfrijdend voertuig gaat, moet het veiliger zijn. Ja. Op dit moment hier, is de Google Car niet veiliger, maar onveiliger. We gaan het hier straks nog meer over hebben, rondom de problematiek rondom de zelfrijdende auto's. Maar voor dat doen, willen we eerst wat dieper ingaan op de techniek die we nu hebben. Wat is er mogelijk, wat is er nog niet mogelijk? Monique, we willen eigenlijk even bij jou beginnen. Hoe zijn batterijen, hoe is elektrische opslag veranderd de afgelopen 50 jaar? Waarin zijn we vooruit gegaan? Wat ik al zei, de lead-acid, de loodbatterij zoals je hem in je auto hebt, dat is een goedkoop, maar heel zware batterij. Er is natuurlijk verschil of je kijkt naar opslag, stationaire opslag, van bijvoorbeeld zonnepanelen of naar energieopslag in een auto, want daar zijn de eisen heel anders. En zeker in een auto gaat het om energie per kilogram bijna. Dus je moet kijken hoe je zoveel mogelijk energie in die auto krijgt per kilogram batterij. En dat is dus iets waar heel veel mensen heel hard mee bezig zijn. Wat er nu vooral gebruikt wordt en wat nu commercieel is, zijn de lithium-ion batterijen. Die ook in je laptop en je mobiele telefoon en zo zitten. En daar is, wat ik al zei, die range, die driving range, is ongeveer 150 kilometer. Wat dus voor de meeste mensen nog niet genoeg is. En daar zijn we aan het kijken of we daar systemen kunnen verzinnen dat we meer kilometers kunnen gaan rijden. En er zijn alternatieven, maar nog geen van deze alternatieven zijn klaar voor de markt. Dus er wordt heel hard aan gewerkt, maar met al deze alternatieven zijn ook problemen. Dus bijvoorbeeld een lithium-lucht, waar waarschijnlijk de meesten wel van gehoord hebben, daar wordt heel hard aan gewerkt. Die hebben misschien potentieel een vergelijkbare energiehoeveelheid om die 500 kilometer te kunnen rijden. Maar daar zijn op het gebied van stabiliteit en safety nog de nodige issues uit te zoeken. En dat gaat ook nog wel even duren, vrees ik. Hoe schat je de toekomst in? Want je zegt het gaat nog wel even duren, maar... Nou ja, zeker als je kijkt naar hoeveel effort daar nu ingaat bij bedrijven. Want het meeste onderzoek wat wij doen wordt ook direct gefinancierd vanuit automobielbedrijven. Maar bijvoorbeeld in Amerika en Japan en Azië zijn enorme projecten. Steekt de regering ook enorm veel geld in onderzoek hierin. Iedereen hoopt dat je over 10, 20 jaar toch een batterij hebt waar je verder mee kan rijden. Maar ik heb de oplossing nog niet gezien en er zijn nog heel veel problemen. Dus ik hoop dat we daarheen kunnen. Maar zeker in de EU, als wij in de EU daar in de voorgrond willen staan, zal er meer geld in moeten. Ja. Oké, Henk, jij zei daar net al over dat nadrukkelijk dat elektrisch nog niet groen is. Dan wil ik graag van jou en ook van Luut horen. Voor jullie ideeën, is dan elektrisch, past dat in jullie toekomstbeeld? Dus dat assisted driving en eigenlijk control, zou dat makkelijker zijn in elektrische voertuigen? Nou, uiteraard ben ik een groot voorstander van alternatieve energiebronnen. En daar zullen we ook echt naar moeten kijken. En daar zijn we ook in onze omgeving, in mijn groep, zijn we daar uitgebreid mee bezig. Maar het is een beetje zoals Monique net ook aangeeft. Het is een eeuwig soort battle tussen gewicht en hoeveel energie heb je aan boord. En de Tesla is een interessante voorbeeld voor de Happy Few. Een auto van 80.000 euro is vrij duur, om het zo maar te zeggen. Nou, veranderen, natuurlijk, daar komen we straks wel op terug, denk ik, op de hele beeld van wil ik een auto bezitten of wil ik een auto kunnen gebruiken. Dat is een hele belangrijke factor. Maar op dit moment is een auto en ook al is het een wat kleinere auto, we hebben zelf een elektrische auto gebouwd, een batterijpakket van 300, 400 kilogram is vrij normaal. En dan heb je een range bij de zomerdag van 300 kilometer, maar bij de winterdag is dat de helft. Dat moeten we niet vergeten. Het is erg afhankelijk van ook de andere factoren. Je wilt nog steeds je airco of je verwarming en wat iets meer zijn ook nog steeds gebruiken. Mm-hmm. En wat daaraan bij komt is natuurlijk, die batterij moet je opladen. En uiteindelijk moet je dus kijken waar komt die energie vandaan. Ja. Gaan we in de toekomst naar 100% elektrisch? Zou kunnen. Waterstof is natuurlijk ook een veel genoemd alternatief. Ik durf het niet te zeggen. Ik geloof niet dat de batterij in de toekomst het eindantwoord zal zijn. Ik denk dat
de hybride vorm heel belangrijk is. En wellicht ook het inductief laden, dat soort ideeën, dat die veel belangrijker zullen worden in de loop der tijd. Dus veel minder batterijcapaciteit aan boord, maar op een slimme manier tijdens de rit te kunnen laden. Luut, zou jij je een witcar kunnen voorstellen van een gedeeld voertuig dat niet elektrisch is? Nee, kan ik me absoluut niet voorstellen. Ik wil ook wel even aangeven, toen wij met witcar begonnen, hadden we daar 100 kilo batterijen nikkel-cadmium. We hadden als voordeel wel dat we in 7 minuten konden tot 80% konden terugladen, zodat mensen weer konden uitgeven. En wij hebben dus in feite gereden met een capaciteit van 1,3 kilowattuur. Daar hadden we 100 kilo accu voor nodig. Nu zouden we dat al met 25 kilo kunnen doen. Dus er is wel een behoorlijke voortgang geweest, hè, in de ontwikkeling. Die ontwikkeling stopt niet, die gaat ook wel door. Maar ik vind dat me bij de andere mensen toch te veel uitgaan van, ja, het is nu eenmaal zo. In feite is de huidige auto die helemaal werkt op fossiele brandstof, hè, waar we van af moeten, die in de steden de lucht op een enorme manier vergiftigen, hè, waar we ook van af moeten. Ik denk dat we er echt politiek gezien binnen een zekere tijd zullen zeggen van, nou, binnen de ring komen geen explosiemotoren weer voor. En het mag alleen nog maar elektrisch. En anders parkeer je maar op het Transferia in de buurt van de rondweg. He, want waarom is onze gezondheid niet veel belangrijker qua geld, he, dan die auto iets goedkoper te maken door hem te laten rijden op fossiele brandstof? Het stedelijk gebied heeft ook niet die enorme actieradius nodig. He, je kan makkelijk met de trein ergens naartoe, met een vliegtuig. De tijd dat je alles met een auto doet, hoort meer bij de mensen die buiten de steden woont. Maar de echte ontwikkeling zal toch in de eerste plaats plaatsvinden binnen de steden. En Monique, Luut die zegt, over de afgelopen 40 jaar zijn we 4 keer zo efficiënt geworden met capaciteit per kilo. Kunnen we die lijn inderdaad voortzetten? Dat zou heel mooi zijn. Ik weet het niet. Wat ik zeg met lithium lucht, theoretisch gezien misschien wel. Maar om een batterijsysteem te creëren met lithium lucht. In lucht zit natuurlijk niet alleen zuurstof. En zuurstof is datgene wat in de batterij reageert. Al het andere wat erin zit moet eruit. Of moet op een slimme manier omgezet worden, zodat dat geen gevaar vormt. Ja, ik hoop het. We zijn er hard mee bezig. Maar ik durf niet definitief ja te zeggen. Mag ik hier nog even op ingaan? Want ik vind op zich heel terecht wat gezegd is. In een binnenstad zou je niet meer met fossiele brandstoffen willen en moeten rijden. Ik denk dat daar die trend is gaande, die wordt ook doorgezet. Hybride voertuigen zijn bij uitstek daar een middel in. Mm-hmm. We moeten niet vergeten, we kunnen niet helemaal zonder meer alles elektrisch maken. De elektrische vrachtwagen is een briljante gedachte. Maar als je daarover nadenkt, dan betekent het dus dat je een aanhanger met alleen maar batterijen nodig hebt. Dat is nou niet helemaal het beeld wat je zou willen. Maar een hybride variant is natuurlijk precies een invulling van om de verzorging in een stedelijke omgeving ook te kunnen verzorgen. Dus ik denk dat wat dat betreft, ik deels mee eens, maar je zult heel erg moeten denken ook aan de hybride voertuigen die naast een gewone brandstofmotor een elektrische motor hebben. Mag ik daar misschien nog iets? Want we hebben voor München hebben we dat destijds ook berekend. Als iedereen daar een elektrische auto zou hebben, de helft een auto zou hebben, de helft in de nacht zou opladen, wat best waarschijnlijk is natuurlijk, dan moet je het elektriciteitsnet verdubbelen. En dat is A natuurlijk ook nog niet zo makkelijk. En B ligt er nog maar net aan waar je die energie vandaan haalt, hoe groen dat is. Dus ik ben het daar zeker mee eens dat misschien in de stad elektrisch rijden. Dat is natuurlijk ook waar het potentieel ligt. Maar praktisch moeten dat soort dingen ook nog opgelost worden. Ja, laten we even vooropstellen. We zijn natuurlijk aan het verschuiven, hè, met onze energiebehoeften. We maken elektriciteit met molens. Hè, we maken elektriciteit met zonnepanelen. In principe kunnen we daar en moeten we daar in die richting meer gaan doen. Hè? Dus die elektrische zie ik wel komen. Ander punt is natuurlijk dat
Ja, waarom kan bijvoorbeeld op de grote wegen waar die vrachtwagens rijden, waarom kunnen die niet een eigen baan hebben waar ze ook elektriciteit van de weg oppikken? Het hoeft niet allemaal via accu's te komen. Ik denk dat we het probleem duidelijker moeten zien en innovatiever ermee aan de slag moeten. Los van de vraag, kunnen we het 100% elektrisch, is een andere vraag die meestal misschien ook, willen we het wel? In voorgesprek met jou, Monique, is het ook gegaan over de vraag, we zijn nu veel afhankelijk van de oliestaten, als het gaat om fossiele brandstoffen. Maar lithium, wat we nodig hebben voor batterijen, zit heel veel in China. Willen we die afhankelijkheid wel verschuiven van de oliestaten naar China? Ja, of naar Zuid-Amerika, daar zit ook of lithium. Zuid-Amerika. Ja, nee, dat blijft een moeilijke vraag natuurlijk. En ook als je naar fuel cells zou gaan, wat een ander alternatief is, waarin bijvoorbeeld Japan heel veel naar gekeken wordt, en Kyoto en zo. Daar heb je platina nodig, wat ook niet genoeg in de wereld is. Dus je hebt, ja. Ik persoonlijk denk dat je naar een soort van slimme combinatie zult moeten uiteindelijk. En dat je niet volledig van één bron afhankelijk wordt. Doet hij er? Ja. Tot nu toe hebben we het eigenlijk vooral over de auto gehad. En om even terug te komen op jouw eerdere kritiek, Henk. Dat is misschien wel niet eigenlijk het enige waar we op moeten vernieuwen. En ook niet alles moet op gewoon een autonome auto af. Wat zijn nou plekken op bijvoorbeeld infrastructuur of meer de interface tussen mens en auto, waar nog heel veel ruimte is voor vernieuwing? Nou, ik denk er is heel veel vernieuwing in die brede zin rond mobiliteit gaande en ook noodzakelijk. Ik wil er, gisteren was ik een dag in Brussel, een bijeenkomst van de Europese Unie in combinatie met de ACEA, de organisatie van automobielfabrikanten. Dus ik ben nu een beetje besmet, denk ik, voor een paar mensen. Zelf voel ik me daar ook dan altijd wat ongemakkelijk. Aan de andere kant, als kennisinstelling is het ook heel interessant om daar mee te praten. Het is duidelijk dat een van de centrale punten, en het is eerder genoemd, is natuurlijk toch de noem het in feite de footprint. En dat is niet alleen natuurlijk de emissies, de uitstoot en de oprakende grondstoffen, fossiele brandstoffen. Daar moet je over nadenken en je wilt daar natuurlijk zoveel mogelijk de footprint neutraal zien te krijgen. Daar heeft het voertuig een belangrijke rol in. Daar heeft natuurlijk de infrastructuur dus ook belangrijk in. En zeker een infrastructuur, het werd net en passant genoemd. Ik weet eigenlijk niet waarom het niet genoemd werd, de trein. Want kijk, als je dan daadwerkelijk wilt het transport op de autobaan, een speciale baan elektrisch. Nou, dan zijn we bijna bij de trein. Laten we dat ook even vaststellen. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Hè. We moeten proberen binnen wat we willen met het vervoer. Transport wil ik daar nadrukkelijk bij rekenen. Maar ook het vervoer in steden. Wat willen we? En als we gaan naar elektrisch vervoer, volledig elektrisch. De ideale elektrische auto is nog niet gebouwd. Want elke elektrische auto die je nu koopt, is in feite een auto die gemaakt is voor een fossiele brandstofmotor en daar vervolgens omgebouwd. Is een heel zwaar voertuig. De Tesla is genoemd, is 2000 kilogram. Dat is waanzinnig veel. Dat is een auto die je niet zou willen moeten hebben, alleen daarom. De ideale elektrische slimme auto, de iPad on wheels, ik zou hem graag bouwen. Alleen dat kost nog wel wat geld. Dus infrastructuur, ja, moet ook aangepast worden. Misschien moet je wel naar, ik heb het eerder genoemd, daar werd ik op aangesproken, van misschien moet je inderdaad naar andere wegdekken. Rubber wegdek is een van de dingen. In Japan zijn er een paar van. Ik betwijfel of... Waarom zou je een rubber wegdek willen? Ten eerste, geluid. Hè, bandweggeluid is vreselijk. Geluid is een killer. Zeker als je buiten de stad komt met hogere snelheden. Is dat echt een heeft ook met gezondheid alles te maken. De wegligging, de grip, dus de slip karakteristiek met bandrubber is beter dan met een asfalt onderlaag. Dus ja, daar kun je wat mee. Aan de andere kant moet je weer nadenken hoe goed is mijn slip ook bij verschillende temperaturen en bij vervuiling van het wegdek. Nou, daar zit wel degelijk vraag in, maar het gaat natuurlijk veranderen. Infrastructuur binnensteden, buitensteden.
Wat denk jij, Luut? Wat is, waar moet de nadruk liggen op dit moment bij de innovatie? Bij het voertuig of de infrastructuur of de samenwerking? Nee, maar we benaderen natuurlijk veel te veel vanuit de autokant. Hè? Dus als we in de stad blijven, dan denk ik dat de fiets, hè, dat is dus een product van, laten we zeggen, 12 kilo. Hè, dat kan van bamboe gemaakt worden, dat kan zo door zonne-energie groeien. Dat rijdt in feite op een boterham met pindakaas, hè, want je doet het met spierkracht. Hè, dus dat is een verhaal. Om een voorbeeld te noemen, die witte fiets die hier in Amsterdam begonnen is. Kun je iets beter in de microfoon praten? Oh, ik praat niet goed in de microfoon. Nou, vooruit, iets beter. Sorry. Ja, de witte fiets, hè, dat is hier in de 60e jaren begonnen. Nu op dit moment rijden er 1,5 miljoen fietsen in de wereld rond. Er zijn steden zoals Parijs waar er 17.000 fietsen rijden. Maar er zijn al meer steden in China waar er 50.000 fietsen in één stad rijden. Dit zijn allemaal gedeelde fietsen? En dat zijn allemaal deelfietsen. En ik denk dat het deelgebeuren in de stedelijke gebieden makkelijk kan. Dat geldt dus ook voor de auto's. We hebben hier in Amsterdam hebben er al vrij veel deelauto's van Creewheels, van Connect Car. Maar we hebben ook, en ik zag hier nu zelfs een eigen parkeerplaats voor Car2Go, hè, die keurig elektrisch rijdt. Dat betekent ook voor dat soort afstanden dat er helemaal niet zo'n grote accu in die wagen hoeft. Maar het belangrijkste punt is, een stad is eigenlijk het vervoer van ketentransport. Je kan even een langer stuk met de metro rijden. Je kan overgaan op een fiets of iets anders. De voetganger is bijvoorbeeld in de binnenstad is de belangrijkste verkeersdeelnemer. Als we dat op een bepaalde manier ondersteunen, zal je zien dat, dat er veel kan. En eigenlijk als je gewoon in Amsterdam rondkijkt, zie je eigenlijk dat er weinig auto's rijden, relatief. Ja, dus we zijn nu eigenlijk al een beetje doorgegaan naar het volgende kopje. In de zin van dat, misschien is wel niet de techniek heel belangrijk, maar meer een soort het hele ontwerp daaromheen. En heel belangrijk daarbij is het beleid. Omdat je zo vaak te maken hebt met een soort publiek goed, zoals de weg. En iets heel privés, zoals je voertuig. Waar liep jij in de jaren 70 tegenaan? Vroeg ons af. En is dat nu anders? Nou ja, ik weet niet of het anders is. Het is wel zo. Provo is bijvoorbeeld een beweging geweest. Dat heeft maar 2 jaar geduurd. Die hebben van begin af aan gezegd, wij zijn niet uit op macht. Het enige wat wij willen is verandering van de mentaliteit. En ik denk dat dat nu nog steeds hetzelfde punt is. De verandering van de mentaliteit. Hè, niet uitgaan van die auto dat dat zo moet. Die auto is over ons trouwens als elektrische auto begonnen. Die in beginperiode hadden wij hier de e-tax. Dat waren elektrische taxis. Die deden dat hele netwerk. En dat is op een gegeven moment overgenomen door die explosiemotor, die nu eenmaal als voordeel had dat je makkelijk een hoeveelheid benzine mee kon nemen. Monique, jij was in Duitsland tijdens de energiewende. Kun je daar misschien iets over vertellen hoe dat daar gegaan is? En zou dat in Nederland ook kunnen? Nou ja, in Duitsland was natuurlijk na Fukushima, in Duitsland was er ook veel nucleaire energie. En na Fukushima, moest dat allemaal weg. En ik denk dat de laatste gaat nu langzaam dicht. En daar is zeker Angela Merkel direct de driving force geweest om qua energie iets te bewegen. Niet alleen voor de auto's, maar qua energie in het algemeen. Dus energie voor allerlei processen en huishoudens. En zij heeft direct in het politieke programma dat er volgens mij in 2020 20 miljoen elektrische auto's in Duitsland moesten zijn. Dat gaan ze niet halen. Er zijn er nu 20.000 of 200.000. Dus dat gaan ze niet halen. Maar daar was direct vanuit de regering heel veel geld in het thema energie en ook in het thema mobiliteit. En natuurlijk in Duitsland, en dat zijn ook precies de bedrijven waar wij mee samenwerken, heb je Volkswagen, BMW. En Duitsland wil ook graag die markt behouden natuurlijk. Die wil graag die marktleider in de automobielindustrie blijven. Dus vanuit de regering, maar ook vanuit de bedrijven, wordt daar veel energie en geld ingestoken om die marktleider te blijven. En dus moet je naar dit soort alternatieven gaan kijken. Wie financiert in Nederland nu jullie onderzoek? De bedrijven in Duitsland. Dus al het onderzoek wat ik hier doe op het gebied van batterijen en auto's is gefinancierd direct vanuit de automobielbedrijven in Duitsland. En
Waarom doen die bedrijven dit eigenlijk? Is dat uit altruïsme voor een betere wereld? Of krijgen ze ontzettend veel subsidie? Nou, er wordt ook subsidie vanuit de regering daarvoor gegeven. Dus dat zijn gezamenlijke projecten met de bedrijven en direct geld vanuit de regering. In Nederland, ja, weet ik niet. Dus ik heb nu een heel klein projectje met een spin-off hier aan batterijen. Maar dat zijn meer stationary batterijen van NWO voor 20.000 euro. Daar kun je iets mee doen, maar niet heel veel. Ja, en ik heb toevallig vanmorgen ook zitten kijken, want ik zei straks van in Amerika loopt een heel groot programma met 200 miljoen euro per jaar ongeveer om naar te kijken naar batterijen. In Japan is er zo'n vergelijkbaar programma. Als je kijkt naar EU-programma's en Horizon 2020, daar, als je naar energy storage kijkt, batterijen kun je helemaal niet terugvinden in de calls. Dus in Europa wordt daar zeker, we hadden toevallig gisteren een meeting in Oostenrijk met heel veel verschillende nationaliteiten. En daar was ook echt directe kritiek aan de EU dat daar heel weinig, zeker in vergelijking met de rest van de wereld, in wordt gestoken. Je hoort eigenlijk ook vaak dat de bedrijven die je nu noemt, de automobielindustrie, dat die ook een tegenwerkende kracht vormen op het gebied van innovatie op elektrisch rijden, omdat ze fossiele brandstoffen blijven supporten. Hoe ervaar je deze tegenstelling? Nee, mijn ervaring is dat niet. Dat die juist zeker, maar goed, ik heb natuurlijk geen ervaring met de Japanse bedrijven of zo, maar de Duitse bedrijven. Maar ik denk ook dat die niet anders kunnen, omdat ze anders geen bestaansrecht hebben meer in het huidige Duitsland onder Angela Merkel. En eigenlijk bij jouw onderzoek, Henk, wat eigenlijk misschien een soort breder scala aan onderwerpen en belanghebbenden heeft. Wie betaalt daar de verschillende richtingen en vooral wie kiest de agendapunten? Nou, even een paar dingen. Ik wil toch even over beleid. Er zijn toch drie facetten van belang. Dat is overheid. Dat is volstrekt duidelijk. Dus wat willen we met elkaar? De kennisinstellingen. Want we kunnen wel van alles roepen, maar het moet wel dan ontwikkeld kunnen worden. En natuurlijk, je hebt een bedrijvigheid, de industrie nodig die dat faciliteert, die dat uiteindelijk uitvoert. Die drie indeling die kun je niet loslaten. Dat blijkt net ook uit het voorbeeld van de bedrijven willen wel. En we krijgen ook heel extreme voorbeelden. Een paar jaar terug wilde de Nederlandse overheid elektrisch vervoer stimuleren met geweldige belastingvoordeel. Dus in een jaar tijd is meer dan 1 miljard euro als het ware extra uitgegeven om de verkoop van elektrische auto's te stimuleren. Er zijn in dat jaar ongeveer 20.000, nee, minder dan 20.000, 10.000 happy few hebben 1 miljard aan subsidies een beetje opgestreken. Dat zal niet helemaal de idee zijn van wat je moet doen. Waar haal ik mijn geld vandaan? Ik heb recent een hele groot programma heb ik gestart. Dat wordt betaald voor 4 miljoen door de Stichting Technische Wetenschappen. 2,5 miljoen door 20 deelnemende industriële partijen. Waarover gaat het? Het gaat over coöperatief en autonoom vervoer. Blijkbaar ben ik in staat geweest om voldoende wetenschappelijke uitdaging neer te leggen dat de Stichting Technische Wetenschappen mij ondersteunt, maar daarnaast ook 20 bedrijven, Nederlandse bedrijven, die dat willen ondersteunen, die de urgentie van dit soort onderzoek onderschrijven en ook willen ondersteunen met geld en met mankracht. Dus zijn er op vergaderingen is er dan vaak oneenigheid of is er een heel duidelijk gedeelde visie waar het heen moet? Nou, kijk, dat varieert natuurlijk. Het voorbeeld wat ik net geef is een discussie met partijen. Maar het was volstrekt duidelijk dat we als kennisinstelling centraal hebben gesteld wat willen we gaan doen. Er komen ook bedrijven natuurlijk naar mij toe die onderzoek gedaan willen krijgen. En dan heb je op een andere basis doe je een stuk onderzoek. Minder spannend soms, omdat een bedrijf heel gericht een betere batterij wil hebben op die of die manier. Wat voor bedrijven zijn dit bijvoorbeeld? Dat zijn bedrijven variërend van mijn scala is veel breder dan automotive. Dat kan een ASML zijn, dat kan Philips zijn, die aan de verlichting nadenkt over akoestische systemen. Het kan van alles zijn. En misschien, want wij doen ook lang niet alleen batterijen. En wat we bijvoorbeeld ook doen is met Shell naar gas to liquid kijken. Dat we niet meer naar de liquid fossil fuels, de olie kijken, maar naar gas, wat natuurlijk aanwezig is. En dat is natuurlijk de bedrijven die in Nederland zijn, die proberen ook anderen hun markt te verdedigen en te versterken. Dus maar dat zijn ook projecten die we in de groep doen. Dus en bij jou, Luut, wie heeft de witcar eigenlijk betaald? Nee, maar even
eerste bijvoorbeeld, die subsidie die gegeven is, die is allemaal aan hybride auto's gegeven. Auto's die nauwelijks elektrisch zijn, die voor het grootste deel gewoon op brandstof draaien. Nee. Dat is toch zo? Nee. Nou, goed. Het tweede belangrijke punt is dat technisch gezien de elektrische auto superieur is aan een brandstofauto. Die is behoorlijk ingewikkeld met zijn hele systeem. Terwijl bij zo'n elektrische auto zit er gewoon een motor in het wiel en dat is het dan. Zo simpel is dat. Een belangrijk element in het hele gebeuren is dat de steden veranderen. Ik ben gevraagd voor een werkgroep van de Europese gemeenschap, die heet Esprit. En die willen dus nieuwe programma's maken die de stad minder autoafhankelijk maken. Dus dat is een voorbeeld wat je eigenlijk ook in Californië ziet, in andere plekken. En dat gaat niet uit van gewoon die auto zoals die nu is een klein stukje veranderen. Nee, dat gaat toch in de richting van een totaal ander verkeerssysteem. En ik denk dat we die kant uit moeten. We moeten wat verder dan alleen maar een kleine verandering doorvoeren. Maar om even terug te komen nog op het financieren. Ik zag op een oud filmpje van de Witcar ook dat er op de zijkant grote Delta Lloyd stond. Was dat genoeg om het helemaal te financieren? Want er was ook 10 cent per minuut? Nee, kijk, het is zo geweest. Wij hebben geld gekregen van het ministerie van Milieu. Daarnaast waren er 4 bedrijven, waaronder Delta Lloyd, die er geld in gestoken hebben. En zo is het gegaan. Alleen de gemeente Amsterdam die heeft helemaal geweigerd om er echt aan mee te werken. Die heeft dus de vergunningen meer dan 5 jaar opgehouden. En toen mochten we met 1 stationnetje beginnen. Nou, zo is het. Ik denk dat de situatie nu anders is en we zijn nu opnieuw begonnen. Ik ben vorige week bij een Italiaanse fabriek geweest van kleine elektrische auto's. Het kan allemaal wat simpeler en eenvoudiger. En ik denk dat als die systemen goed draaien, dat je ook in de richting gaat dat in een stad wonen, en zeker in het binnenste gedeelte van de stad, dat je dat doet zonder auto. En dat je dus, je kan ook met een vliegtuig ergens naartoe gaan en daar een auto huren als je dat per se wil. Er zijn vele mogelijkheden. Het is echt niet nodig dat je bij mij voor de deur betaal je €5 per uur. Nou, de mensen hebben dus een auto, die krijgen ze een vergunning voor, dat kost ze €20, minder dan €1 per dag. Maar als ze ergens naartoe rijden in de stad zelf, dan betalen ze plotseling €4 of €5 per uur. En om die reden doen ze dat niet en doen ze dat met de fiets. Terwijl wel al die tijd die auto alsmaar voor de deur staat die nauwelijks gebruikt wordt. Ja, je zei al net dat er misschien wel of niet te veel geld naar hybride ging en niet elektrisch. Monique en Henk, wat denken jullie? Zijn er een soort van hypes in dit onderzoek waar dan te veel subsidie aan wordt gegeven, terwijl misschien iets belangrijkers, wat op korte termijn niet heel goed werkt, ondergesneeuwd wordt? Ik heb 1 hype, heb ik al benoemd. De subsidieregelingen. Kijk, het is heel moeilijk om dit, in deze discussie stimulans uit te delen. ook al zou je naartoe willen dat iedereen elektrisch rijdt, dan zijn we daar heel ver vandaan. Ten eerste, ik herinner me nog het kabinet Balkenende. Dat is waarschijnlijk voor velen al niet meer bekend. Maar het laatste kabinet Balkenende bracht op een gegeven moment een nota uit over elektrisch rijden. Een nota die, ja, wat mij betreft, volledig de plank missloeg. In 2020, dus dat is over 4 jaar, zou in Nederland 1 miljoen elektrische auto's moeten rondrijden. Dit was in 2011 of 2012, je kon gewoon het sommetje maken. Dit is onmogelijk qua productiecapaciteit. Dat gaat gewoon niet lukken. Hetzelfde hoor ik net over Duitsland. Je moet wel met je benen op de grond blijven staan. Als je het stimuleert, dan kun je natuurlijk stimulerende maatregelen in de belastingssfeer van koop een elektrische auto. En je krijgt allerlei factoren meegeteld. Interessant, maar je moet er wel heel goed over nadenken. Het zijn wel de mechanismen zoals het werkt. We kunnen wel zeggen, we willen iedereen elektrisch laten rijden, maar de infrastructuur betalen we op dit moment wel uit de tax, uit de belasting die we op de fossiele brandstof binnenhalen. Prima, maar dan zul je dus ook moeten nadenken over andere beprijzing. Ja, je zegt het al een beetje, dat er een soort, je moet de keuze maken of je mensen soort moreel wil overtuigen of financieel. En Monique, in Duitsland bij de energiewende werd het eigenlijk vooral financieel gedaan, heb ik het gevoel. Klopt dat? Door gewoon heel veel subsidie te geven? Nou ja, zeker ook.
wat ik al zei, het begrip energie is daar veel is wereldwijd natuurlijk veel groter. Dus het is sowieso het energiegebruik, niet alleen je autorijden, maar ook hoe gebruik je zonne-energie voor alles. Hoe kun je een soort van energie self-sustainable huishouden maken. En daar, ja, in Duitsland was er veel geld voor onderzoek, ook naar bedrijven toe. Maar daar werd bijvoorbeeld ook veel financiering gegeven van zonnecollectoren, zonnepanelen. Daar heeft iedereen zonnepanelen op zijn dak, omdat dat daar subsidie voor is. Dus daar wordt het probleem veel groter aangepakt. En het is ook veel groter dan alleen de auto natuurlijk. Dus, Maar als ik aan mag vullen. Kijk, op een gegeven moment, en dat vind ik wel leuk om juist hier te vertellen. Eindhoven, TU Eindhoven, een studententeam van ons, is wereldkampioen geworden met het ontwikkelen van een elektrische gezinsauto. In Australië, een paar maanden terug, hebben ze laten zien met een zelfgebouwde auto, met volledig vol met zonnepanelen, dat een gezinsauto zelfs energie kan winnen terwijl de tocht, de rit gaat helemaal dwars door over Australië. Dat is een fantastische prestatie. Het is een studententeam die zo nu en dan natuurlijk wat spart met ons, om het zo maar te zeggen. Geld was niet het probleem. Geld kwam uit allerlei sponsoren die mee wilden werken. Van sponsoren die, als het ware, de onderdelen, maar ook zonnepanelen. Iedereen wilde wat dat betreft wel meewerken aan, zeg maar, aan een droom. En dat moeten we vooral ook koesteren. Je hebt dromen hierbij nodig. En ik denk dat Luut dat ook een beetje bedoelt. Van je moet dromen zeker koesteren en ontwikkelen. Tegelijkertijd moet je wel de benen op de grond houden. Je kunt niet leven van de droom alleen. En daar gaat het voor een deel natuurlijk ook over. Ik wil daarover iets aan jou vragen, Luut. Maar eerst wil ik nog heel zeggen dat ten alle tijde kunnen jullie hier bij Daan vragen stellen. Als jullie iets onderbelicht vinden of ergens meer over willen weten. Maar terug naar die droom. De Witcar, die zie ik niet meer rondrijden. En die heeft het een jaar of 6, volgens mij, tot 79 zo rond gaan rijden. Die Car2Go, die lijkt wel enorm aan te slaan. Ja. Wat is het verschil tussen de Car2Go en de Witcar? Nou, Witcar was een netwerksysteem. Dat wil zeggen, er waren vaste locaties waar als een wagen naar binnen reed, automatisch opgeladen werd. De Car2Go is, je mag hem zetten waar je wil. Dat klinkt heel aantrekkelijk, maar dat is het niet. Hè. Ik ben ook lid van Car2Go. Ik heb de eerste sleutel zelfs gekregen, want zij vonden dat Witcar hun grote voorbeeld was. Ik ben ook een paar keer in Stuttgart bij die mensen geweest om aan te dringen om naar een netwerksysteem te gaan. Nu is het zo, als ik een wagen pak, ik kan er in principe mee naar Hoofddorp rijden, maar niet als hij nog maar 30% vol is. He, dus de ellende van het systeem van Car2Go is dat je af en toe moet iemand hem naar een laadpaal brengen en dan wordt hij ook nog ineens weggehaald. He, dus het systeem klopt niet helemaal, maar toch werkt het aardig. Het is alleen ze hebben nu 350 wagentjes. Misschien moeten dat er 1000 worden. Dat stelt ook niet zoveel voor. Nou, samen met de deeltijdauto, met Witcar die weer opnieuw gaat starten in een netwerksysteem, denk ik dat je binnen de stad eigenlijk een beetje van de eigen auto af moet. He, althans, minstens binnen de ring. En ik denk ook politiek dat op een gegeven moment de stap gezet moet worden. Wij willen geen explosiemotoren binnen dit gebied. Dat doet meer dan subsidie. Tot slot willen we nog even een ommezwaai maken naar een net iets ander onderwerp. En dat gaat over een andere factor die een rol speelt bij het maken van dit soort beslissingen. Naast financiële aspect, het duurzame aspect. Ook misschien angst en het juridisch en morele aspect, namelijk vooral van de zelfrijdende auto. En natuurlijk een casus die heel vaak genoemd wordt is, oké, stel we hebben zo'n zelfrijdende auto, hij rijdt op de weg en van links komt een bal met een peuter aanhollen en van rechts komt een blinde oude mevrouw de straat oversteken. En een van de twee moet je omscheppen, want anders dan rij je tegen een muur en ga je zelf dood. Nou, de bedoeling van de auto is natuurlijk in eerste instantie om jouzelf te beschermen. Nee, ik vind dat een beetje te negatief gedacht. Ik denk is heel dat de zelfrijdende auto veel veiliger is dan een auto door mensen bestuurd. En klopt, maar dat is niet het punt. Het punt is meer, je schrijft zo'n software
En die software moet met dat soort dingen rekening houden. Dat is wel iets waar mensen het over hebben, dat aspect. Dat is wel iets wat angst kan veroorzaken. Weet je, bijvoorbeeld Henk, er wordt veel geprogrammeerd bij jou. Ergens in zo'n stukje code kan je kiezen nou rijk tegen de muur aan of tegen een mens of tegen een andere auto. Wordt dit met een random number generator gekozen? Het lijkt me beter dat ik daar niet op inga. maar even toch één ding rechtzetten. Ik wil dat echt benadrukken. Op dit moment, wat er aan zelfrijdende auto's rondrijdt, is absoluut niet veiliger dan wat wij kunnen. En dat is een van de grootste belemmeringen zijn om de zelfrijdende auto daadwerkelijk volledig ingevoerd te krijgen. Je kunt, en dat is waar ik vertrouwen in heb, in omgevingen die iets minder dynamisch zijn, bijvoorbeeld een speciale baan gereserveerd voor zelfrijdende auto's, dan ga je veel sneller effecten zien dat gaat gebeuren. Maar een zelfrijdende auto in het gewone verkeer waar Jan en alle man gewoon rondrijdt, dat gaat voorlopig niet gebeuren. We gaan niet accepteren dat een zelfrijdende auto inlevert op veiligheid. Dat is voor mij een zekerheid en ik denk dat iedereen dat met mij eens zal zijn. En op dit moment, Google Car is het enige voorbeeld, maar er zijn natuurlijk andere voorbeelden in opkomst. Google Car, de claim, de interessante claim is, we hebben, wat is het, 2 miljoen kilometers gemaakt. Deels in Arizona, in de desert, dus laten we dat ook niet vergeten. In de Amerikaanse omgeving, wat ook al een iets andere omgeving is dan zeg maar de wegen net in Europa. Met een beperkt aantal, ik weet de getallen niet uit mijn hoofd, ongelukken. Geen dodelijke ongevallen, maar wel ongevallen, botsingen of momenten waar een van de vier mensen aan boord moesten ingrijpen. Dat is veel hoger dan, en daar zijn statistieken over natuurlijk, dan wat er gebeurt in het gewone verkeer waar mensen rijden. Terwijl mensen, bij ongelukken, 90% van de ongelukken wordt veroorzaakt door de mensen. Maar we doen het blijkbaar nog niet zo slecht. Maar stel nou dat ze over 10 jaar een 2 miljoen kilometer kunnen laten rijden zonder een botsing. Zouden we dan ermee kunnen leven en zeggen, ja dan die ene keer dat het misschien gebeurt, dat morele dilemma wie dan verantwoordelijk is, zien we dan al door de vingers? Of blijft dit een probleem? Ik ben geen ethicus, dus ik wil daar ook niet een antwoord op geven. Maar ik wil wel voorop stellen van, en daar ben ik echt van overtuigd, vanuit een technisch perspectief, als we het niet beter kunnen doen dan de menselijke chauffeur, dan is het no way dat het ingevoerd gaat worden. Dan gaat, dus niet in de volledige zin, wel in een beperkte mate van alleen maar autonome voertuigen op een baan of zo, dat zie ik heel snel komen. Dus een collega van mij uit Californië, want natuurlijk is Californië een omgeving waar we steeds naar kijken. Een collega van mij was in december in Nederland, gaf een lezing en hem werd ook gevraagd. En dus in elk interview krijg ik ook de vraag aan het eind, wanneer hebben we de zelfrijdende auto? Hij zei 2070 of daarna. Ik vond het interessant. Hij is nog iets ouder dan ik ben, dus hij zal het niet meer meemaken. Maar dat gaf wel iets weer. Ik durf het niet te zeggen, maar 2030 zou ik vroeg vinden. Monique, Luut, sluiten jullie hierbij aan? Nee, ik sluit me hier absoluut niet bij aan. Kijk, de essentie is natuurlijk dat als je zoiets start, hè, dan moet je dat natuurlijk op een goede manier starten. Je moet niet overal waar nu auto's rijden, dat zelfrijdend laten doen. Maar stel dat je zou starten binnen de steden, dat je een netwerk maakt van straten waar bijvoorbeeld 30 kilometer gereden wordt, hè, die buiten de normale hoofdroutes auto liggen. Nou, dat zou al vrij snel goed helemaal kunnen. Helemaal mee eens, heb ik net ook genoemd. Hè? Ja, de aparte banen. En dat is dus ook een beetje de lijn. Er moet een ontwikkeltraject moet er ontstaan. Je kan niet in de wilde weg in ene van het ene systeem overstappen op het andere. Dus ik denk dat als het zorgvuldig gebeurt, het veel sneller zal gaan dan wat nu verwacht wordt. En Monique? Ja, het is een beetje buiten mijn expertisegebied natuurlijk, maar ik denk ook dat inderdaad voor een apart netwerk of aparte banen, maar dat gebeurt ook en dat wordt ook aangegeven hier. En ik geloof dat de Veluwe er nu ook een bus gaat rijden op een aparte baan die soort van zelf rijdt. Dat soort dingen, ja. Maar inderdaad, gewoon in het dagelijks verkeer zoals het nu is, geloof ik daar ook niet in. We hebben een vraag uit het publiek.
Ja, het gaat nu veel over in de steden zelf zelfrijdende auto's laten rijden. Maar er zijn ook heel veel dingen die je langs ziet komen op het internet over dat auto's de snelweg op gaan en daar soort van op dat moment zelfrijdend worden. Dat ze bijvoorbeeld aan elkaar gekoppeld worden of via een computer aan elkaar gekoppeld worden. En vaak ook zelfs dat het met de snelweg in combinatie dat het inderdaad dan ook opgeladen wordt. En dat ze eigenlijk dat je dan ook files kan voorkomen en zo. Hoe is dat? Hoe zien jullie dat? Ja, dat, ja, coöperatief rijden is dat natuurlijk. Coöperatief rijden is buitengewoon interessant. Daar doen we in mijn groep heel veel onderzoek aan. Ik ben blij dat je ernaar vraagt. Kan ik daar wat enthousiast over vertellen? Naar verwachting gaat binnen een aantal jaren, en dan komen we weer op waarschijnlijk een aparte baan, het vrachtverkeer op proef, zeg van Rotterdam naar het Duitse achterland, gaan we proberen coöperatief te laten rijden. Op Waarom? Welke termijn was dat? He? Op welke termijn is dat? Wellicht binnen een jaar of 5, hooguit 10. Daar zitten een aantal winsten in. Hè. Dan kom je weer aan grotere mobiliteit. Energieverbruik is duidelijk lager. Je kunt die voertuigen, die vrachtwagens dichter op elkaar laten rijden. Veiligheid, ja, is zeker verbeterd. Maar waar je over na moet denken, daarom een aparte baan ook. Voor ander verkeer is dat heel lastig. Hè? Dan heb je zo'n platoon van vehicles, van voertuigen. Dat is niet zo makkelijk als je daar bij tussen wil voegen, om maar wat te noemen. Dus dan moet je over nadenken hoe je dat oplost. Aparte baan is in dat opzicht heel interessant. Maar dan moet je wel bij het uitvoegen, invoegen als zo'n vrachtwagen eruit gaat, moet je wel over nadenken. Daar is nog veel werk te doen. Maar zeker coöperatief rijden is in feite een voortzetting op cruise control, adaptive cruise control. En dat zijn precies die chauffeurondersteunende systemen. Er zijn inderdaad niet al veel auto's die een soort cruise control hebben die zich aanpast op de auto voor je? Ja, adaptive cruise control, ja, absoluut. Okay, ja. Maar dat kun je heel goed gebruiken op een autobaan. Maar zodra filevorming plaatsvindt, dan is het systeem zo instabiel. Dan moet je het vooral onmiddellijk afzetten en zelf overnemen. En weet ik eigenlijk niet. Stel, je hebt je adaptive cruise control aan. Ben jij zelf toch in alle gevallen verantwoordelijk? Kan je gewoon niet zeggen, oh ja, ik zat in die file. En Opel liep me ineens 20 km per uur rijden. Nee. Je bent zelf verantwoordelijk. Ja. Op dit moment is het ook zo. Dat is nog steeds by law. Iedere auto heeft een stuur en een chauffeur. Je mag geen auto's op dit moment op de openbare weg rijden zonder stuur. Er is altijd een chauffeur. Elk paard heeft een chauffeur. Een paard mag onderdeel zijn van het verkeer. En die heeft ook een chauffeur. Klinkt raar, maar zo is de wet. En zou dit coöperatief rijden het einde zijn van de trein? Of is er nog een plek voor de trein dan? Oh, het is volop ruimte voor de trein, zou ik zeggen. Okay. En als we naar dat coöperatieve rijden gaan, wat wordt dan onze relatie tot ons voertuig? Blijft dat, wat u nu zegt, hè, eigendom, blijft altijd de chauffeur? Of wordt die relatie anders? Nou, ik zou het los willen koppelen van coöperatief rijden, autonoom rijden of wat dan ook. Wat je ziet al jaren is een veranderende houding. Vroeger was misschien wel de auto een van de heilige koeien waar je over sprak. Nu is het duidelijk, het is helemaal niet een gemak in een drukke stad. Je wilt een auto, je wilt kunnen transport, je wilt je kunnen verplaatsen. En op dat moment heb je een auto nodig. Een auto wellicht voor het lokale vervoer of voor de vakantie of wat dan ook. Dus het bezit van een auto is minder cruciaal. De Duitse automobielsector maakt zich grote zorgen over het feit dat de jonge Duitser van 20 niet meer een BMW voor de deur wil hebben. Ja. Dat is wel een feit. Zou je datzelfde misschien over accu's kunnen zeggen? Want ik hoor ook wel ideeën, Monique, over dat je in plaats van tankt of heel snel oplaadt, gewoon even een nieuwe accu erin gooit en die bij het volgende station je verwisselt. Kunnen accu's dat aan, dat gesmijt de hele tijd? Ik denk het, ja. Ik denk dat je dit kan doen, net als met batterijen voor in een laptop en een mobiele telefoon, ja. Maar dan moet je natuurlijk wel die accu's maken en ergens neerzetten en... Dus als je snel kan laden, weet ik niet wat echt de winst gaat zijn. Dit gebeurt inderdaad wel in Taiwan met de Gogoro en een soort van scooter. We hebben weer een vraag uit het publiek. Ja,
Inderdaad nog even over dat verhaal met die accu's. Je noemde dat in de energiewende de gedachte was om een enorme hoeveelheid elektrische auto's in Duitsland te hebben. Die zei van, als die laden hebben we een dubbel netwerk nodig. Maar wat is er voor nodig? Want het kan ook de andere kant op werken. Dat als het netwerk energie nodig heeft, dat dan die auto's zeggen, nou ja, kijk, ik kan nu ook wel eventjes aan het netwerk hangen en juist weer energie terugleveren. En dat bespaart weer het netwerk. Hoe zou je dat in Nederland politiek moeten masseren en voorbereiden? Nou, wat wij bijvoorbeeld zelf gaan doen, en dat sluit heel mooi aan, is dat we nu zelf met RVO, dus met de regering, een project gaan doen. Dat we bij een klein bedrijf alle soorten energieopslag en zo, dus een fuel cell, een batterij, gebruik te maken van een warmtepomp, gebruik te maken van zonnecellen. En dat proberen te tunen. En wanneer heb je welke energie nodig? Wanneer heb je energie over? Waar kan je dat dan aan teruggeven of opslaan? En dat soort studies moeten gedaan worden om dat, ja, om die balans te vinden. En hoe je dat, wanneer je wat moet gebruiken. En dat is precies wat er nu moet gebeuren, inderdaad. En daarom zei ik eerder ook, het is veel groter dan alleen die auto. Ja, en Luut, merkte jij bij de Witcar dat er een soort van mensen raar vonden dat ze ineens niet meer een eigen autootje hadden voor de deur? En dat het een soort gegeven werd aan een systeem dat zichzelf regelt en dat je af en toe in kan stappen in een systeem? Was daar weerstand tegen? Nee, ik denk dat het is gewoon een kwestie van tijd. Hè? Om een voorbeeld te noemen, de auto-industrie, die was 15 jaar geleden, was bijna algemeen tegen de elektrische auto's. Er waren maar een paar fabrieken die er wat in zagen. En veel van de merken zeiden van, ja, dat wordt nooit wat, hè, je kan niet ver enzovoort. Nou, dat is behoorlijk omgeslagen. Er is nu bijna geen autofabriek meer die niet bezig is met aan de ontwikkeling van elektrische auto's. En die auto hoeft niet hetzelfde te zijn als de auto met een explosiemotor, met een grote tank benzine. Stel dat je een auto zou maken die energie heeft voor 100 kilometer rijden. Dat zou voor iemand in een stedelijk gebied al voldoende zijn. En wat erbij gedaan zou kunnen worden, is een eenvoudige generator die de warmte verzorgt. Hè? Want je moet ook 's winters moet je de wagen verwarmen. Nou, dat moet je natuurlijk niet uit een accu gaan doen. Hè? Dat zou natuurlijk veel te zonde zijn. Maar je zou je misschien stoom maken waarmee je een turbine draait. En dan zou je voor de keer dat je nou eens wat verder gaat dan 100 kilometer, dat komt helemaal niet zo vaak voor, zou je die generator laten draaien, zodat je dan ook wel 300 kilometer een keer kan rijden. Maar is dat niet gewoon een hybride auto? Dat is geen hybride auto. De hybride auto is een auto die volledig op zijn brandstofmotor kan rijden en volledig op zijn elektrische auto rijden. Hier heb je dus een volledige elektrische auto die een generator erbij hebt voor de zeldzame momenten, hè, dat de eigen accucapaciteit het niet haalt. Tot slot, om af te sluiten, over 20 jaar, hoe ziet ons vervoer er dan uit? Heel kort. Aan iedereen? Ik moet nadenken. Okay. Nou, ik ben er absoluut van overtuigd dat over 20 jaar de explosiemotor verdwenen is. De elektrische auto die is nu eenmaal superieur. Er zit nu één zwak punt aan, dat is inderdaad die energievoorziening. Maar ook dat zullen we zeker overwinnen. In 20 jaar geloof ik niet dat we volledig Ik geloof dat we eerder heel eind zijn met hybride en daarbij elektrische auto's. Maar als je ziet hoeveel fuel er nog steeds is grote bedrijven die... Er is heel veel gas, dat wordt omgezet naar fuels. Er is nog best heel veel. En gezien de kosten en de problemen die er nog zijn, geloof ik niet dat we volledig elektronisch zijn. Maar ik denk wel dat iedereen steeds meer wil en dat er zeker heel veel vooruitgang is. En houdt, los van of we elektrisch rijden of niet, houdt het opwekken van die energie dat bij? Hoe snel wij elektrisch gaan rijden? Of zitten we gewoon misschien wel 80% elektrisch, maar daarvan is nog 90% uit steenkolen? Nee, ik geloof wel dat daar dusdanig veel onderzoek en dusdanig veel vooruitgang is, dat we dat ook steeds groener maken. Maar dat is inderdaad zeker het gevaar, dus dat moet synchroon lopen, ja. Ik heb het al gezegd een beetje, ik zie natuurlijk een ontwikkeling die door zal gaan. Aan de andere kant, dus de door zal gaan. We gaan verder met die, zeg maar, de iPad on wheels. De auto wordt slimmer, wordt waarschijnlijk ook meer elektrisch. Maar als ik denk aan het transport, ook vrachttransport,
De modaliteit elektrisch zal absoluut niet alleen kunnen bestaan. En ik heb het ook gezegd, 17 jaar duurt het. Als je nu een nieuwe auto koopt, de levensduur van een auto is 17 jaar. Je moet gewoon realiseren dat mensen niet een auto kopen om over 10 jaar, als het ware, gedwongen op de schroothoop te brengen. Dus je moet wel beseffen dat die verandering een hele langzame ook zal zijn. Dus ja, ik hoop te zien waterstof, ik hoop te zien elektrisch, maar ik denk ook dat we als realistisch heel veel hybride, maar vooral slimme auto's zullen zien. Oké, ontzettend bedankt. Dat was de Better Break. Graag een hartelijk applaus voor onze drie gasten.